Ik zal er even heel galant afstappen, zodat jullie hem ook kunnen bekijken. Daar gaan we. Ik heb het overleefd. Help. Duurzaam, betaalbaar, efficiënt. En met duurzaam, hij moet lang meegaan. Dat gaat doorgaans niet samen met fun en iets leuks rijden. Zelden gebeurt dat, en ook zeker als het dus betaalbaar moet zijn. Maar Citroën heeft de uitdaging op zich genomen om iets neer te gaan zetten wat dat alles combineert. Het resultaat, dat is deze jongen waarop ik nu zit. Ik zal er even heel galant afstappen, zodat jullie hem ook kunnen bekijken. Daar gaan we. Ik heb het overleefd. Dit hier, dit is de All-E. Zal in de volksmond gewoon Olly worden, maar hoe dan ook, kijk eens even wat een gave conceptauto hier staat. Citroën is dus de uitdaging aangegaan om een auto te ontwikkelen die duurzaam is, die efficiënt is, volledig elektrisch uiteraard, maar die net als de AMI heel veel componenten deelt om zo goedkoop mogelijk te produceren. En dat is heel belangrijk. Maar hij moet ook tegen een stootje kunnen en duurzaam zijn, zodat hij lang meegaat. En om de All-E in een perspectief te plaatsen, we hebben het hier over een auto van 4,20 meter lengte, een breedte van 1,90 meter en een hoogte van 1,65 meter. Qua lengte en hoogte een auto die zomaar gezien mag worden als een toekomstbeeld voor de huidige C3 Aircross, al is de All-E wel maar liefst 16 centimeter breder. Kijken we naar de All-E, wat valt direct op? Natuurlijk die rechtopstaande voorruit. Je kan misschien een link maken met de Humvee van Hummer. Niet een heel erg vriendelijke machine en ook zeker niet efficiënt. Maar hier heeft het een functie. Die rechtopstaande ruit, die vlakke zijruiten die de warmte weerkaatsen, net als die voorruit, moet tot gevolg hebben dat de airconditioning binnen in de auto minder hard hoeft te werken. En daardoor kan er een kleinere airco gemonteerd worden, waardoor die dus weer efficiënter wordt. De motorkap is gemaakt van een honingraatstructuur kunststof. Kan dus ontzettend veel hebben, zoals je wel zag, want ik kon er dus gewoon op staan. Evenals het dak. Heeft dus allemaal een functie. Kijken we naar de deuren van de All-E, dan zien we dat dit portier, nou, je kan het nu niet tegelijkertijd zien natuurlijk, maar dit portier is precies hetzelfde als het portier aan de andere kant. Het is allemaal uitwisselbaar. Stel je rijdt schade, je trekt hem er hieruit en je stopt hem daarin. Moet gewoon kunnen. Met die ruiten, daar is ook iets bijzonders mee aan de hand. Want als ik het portier open, dit is een volledig functioneel stuurmodel van Citroën, dan hebben zij een bijzondere constructie bedacht om de zijruit te kunnen openen. Even kijken of mij dit gaat lukken. Help! Citroën heeft dus deze constructie bedacht. Volledig mechanisch, er komt geen elektronica bij kijken en het is dus niet nodig om hier een hele prijzige rails in te gaan bouwen. Geen elektronica, het kan dus bij wijze van spreken niet stuk en het is allemaal veel lichter qua constructie. Kijken we verder naar het slimme van de All-E, dan kan je ook wellicht al hebben gezien dat de voor- en de achterbumper identiek zijn, net als bij die deuren. Super slim, want ze hoeven dus maar één type bumper te ontwikkelen. Dat bespaart op de kosten, met als resultaat dat jij die auto voordeliger aan kan schaffen. Ook makkelijk dus als je schade hebt gereden. Draai ze gewoon even om. Het enige dat verschilt, dat zijn bijvoorbeeld aan de voorkant zitten hier de mistlichten. Hier vind je extra reflectoren. Ook nieuw op dit studiemodel laat een toekomstblik zien van Citroën voor wat betreft de dagrijverlichting en de verlichting aan zich. Een groot horizontaal geplaatst blok en twee verticale scherpe lijnen. Ziet er erg gaaf uit. Het is echt een heel stoer gezicht. Wat ook hierop direct opvalt, het nieuwe logo, de nieuwe merkidentiteit van Citroën, waarmee ze teruggrijpen op de oorsprong. Openen we de achterklep van de All-E, dan zien we daarnaast dat er een hele mooie constructie is bedacht. Dat doet denken aan een pick-up. Citroën, we zien hier een tekst in verwerkt, ook super gaaf om te zien. En we zien een best behoorlijk praktisch bruikbare ruimte.
opbergruimte voor accessoires. Denk misschien aan een trekhaak zelfs of wat shortbanden. Kan het mooi opbergen uit het zicht. En dit zie je ook weer, dit kan allemaal echt een stootje hebben. Dubbele laadvloer. Ik laat het maar even liggen voor de zekerheid. Heel erg praktische auto zoals je kan zien. Daarnaast heeft Citroën samengewerkt met Goodyear en deze banden zijn daarvan het resultaat. En wat het interessante is van deze wielen, maar vooral de banden kunnen tot 3 keer worden hergebruikt. En wat ik daarmee wil zeggen is dat ze kunnen slijten en als ze zijn versleten, je rijdt rond op semi-slicks, dan ga je bij wijze van spreken naar de Citroën dealer en daar doen ze er nieuw profiel in tekenen. En dat kan tot 2 keer, niet 3 keer, 2 keer gebeuren. Heel interessant, want die technologie wordt vandaag de dag al toegepast bij bijvoorbeeld truckbanden. Citroën heeft het dus voor elkaar gekregen samen met Goodyear dat het wellicht dus ook bij personenautobanden kan worden toegepast. Maar het uiterlijk is bijzonder en vooral gaaf wat mij betreft, maar het interieur dat is dat op zijn allerminst ook. Als ik het portier open, dan zie je een bijzondere constructie om toegang te krijgen tot de cabine. Een extra suicide door hierachter en je ziet dus dat er een hele grote ruimte ontstaat. En deze opening geeft je toegang tot dit fantastische interieur. En hier is weer die filosofie toegepast om het simpel te houden, om het voordelig te produceren, maar ook om de auto tijdloos te houden. Want wat Citroën heeft gedaan is om te beginnen deze stoelen ontwikkeld. Stoelen komen deels uit de 3D-printer, maar als je een beetje goed hebt opgelet de afgelopen decennia, dan zou je kunnen weten dat de stoelen van de Deux Chevaux, die bestaan uit een rails omtrokken met stof. Je zit dus als het ware in een soort van zitzak. En die technologie hebben ze hier weer toegepast. We zien een groot frame dat een stoel vormt. En we zien een heel duurzaam materiaal als TPU, als je telefoonhoesje bijvoorbeeld van gemaakt, in combinatie met schuimvulling zitting. Dus dat moet ook genoeg comfort geven. Wederom, duurzaam gemaakt. TPU is echt oersterk, maar ook weer goedkoop te produceren. Het interieur is daarnaast opgetrokken uit materiaal dat volledig recyclebaar is. En ook dat is super interessant als je denkt dat er die filosofie bij heel die auto is toegepast. Kijken we naar het dashboard van de Oli, dan zien we ook hier een heel interessant iets. Citroën heeft gekozen voor een buis van links naar rechts. En die buis die herbergt bijvoorbeeld Bluetooth speakers. Die kan je uitnemen, maar die kan je ook up-to-date houden. Dus stel je hebt die auto meer dan 5 jaar in bezit en je wilt het audiosysteem misschien gaan upgraden, kan je deze speakers eruit halen en je kan er andere exemplaren voor terugstoppen. Met wat meer watts bijvoorbeeld of een extra speakertje. Daarnaast heeft Citroën gekozen voor een volledig digitaal display van links naar rechts. Maar het interessante is dat dat display geprojecteerd wordt vanuit het dashboard op het onderste laag van de voorruit. Resultaat, dat gedeelte blijft altijd up-to-date, aangezien jouw smartphone, ik heb hem hier in mijn broekzak, altijd up-to-date is. Het meest moderne high-tech apparaat dat de gemiddelde mens vandaag de dag bij zich draagt, dat is die smartphone. Dus waarom ga je die smartphone niet gebruiken als basis voor jouw auto? Net als bij de AMI, die vandaag de dag al rondrijdt, zij het niet in Nederland, is jouw telefoon een belangrijk onderdeel van de auto en dat zal ook bij deze Oli het geval zijn. Ja, en dan mag het een studiemodel zijn. Citroën heeft echt wel nagedacht over zaken als aerodynamica bijvoorbeeld. Ik had al meteen zoiets van een rechtopstaande voorruit, dat is niet heel erg goed voor de luchtweerstand. Maar Citroën heeft er heel slim over nagedacht en als oplossing gevonden dat deze vorm hier, dit is een luchtinlaat. Hier gaat lucht naar binnen, die komt hier tussen weer uit. En daardoor krijg je een soort van virtuele voorruit die ervoor zorgt dat die rechtopstaande ruit geen obstructie vormt. Er moet dus wel sprake zijn van een hele goede aerodynamica. Ja, en waar moet je dan aan denken voor wat betreft de technologie op aandrijftechnisch gebied? Nou, Citroën mikt op een hele goede efficiëntie. Laag energieverbruik, maar ook een heel laag gewicht van de auto. Ze spreken over ongeveer 1000 kilo, wat het streefgewicht zal zijn bij deze Oli. Ondanks dat het dus een studiemodel is. Maar goed, interessant is wel dat de auto beschikt over een ongeveer 40 kWh groot accupakket. Vergelijk het een beetje met het accupakket dat je vandaag de dag aantreft in bijvoorbeeld de EC4 of andere modellen uit de Stellantis groep, bijvoorbeeld de Peugeot E208. Maar in die Oli moet dat lage gewicht
goede luchtweerstand en met name ook hele slimme trucjes ervoor zorgen dat je ondanks dat compacte accupakket toch 400 kilometer kan rijden op een volle acculading. Ze mikken dus op een energieverbruik van ongeveer 10 kWh per 100 kilometer en dat is gewoon erg laag, super efficiënt. Heel interessant dus dat Citroën ook wel begrijpt dat een heel groot accupakket kan zorgen voor heel veel range, maar het reduceren van het gewicht en dus een kleiner accupakket toepassen, dat ook kan doen. Daarnaast laat het studiemodel ook zien dat de auto echt onderdeel moet worden van jouw leven. En met dat onderdeel worden van jouw leven bedoelen ze onder andere dus de robuustheid van de machine. Je kan hem toepassen op verschillende manieren. Denk ook zeker aan een vakantietripje. Je neemt hem mee als je maatje. Je kan onderweg koffie zetten dankzij de V2L-aansluiting. Je kan hem aansluiten op je huis, waardoor je overdag de energie van je zonnepanelen in de auto kan stoppen en 's avonds levert die auto de energie weer terug aan je huis. Echt geen onmogelijke technologie, aangezien het vandaag de dag al beschikbaar is. Maar hij wordt ook onderdeel van je leven dankzij de integratie met jouw telefoon. Je kan ermee communiceren op afstand, hij kan een stootje hebben, hij is klaar voor elk avontuur lijkt het wel, zo ziet hij er ook uit. Ik ben echt ontzettend enthousiast over dit studiemodel van Citroën. Sterker nog, wat mij betreft mogen ze hem meteen in productie nemen. Vond je deze eerste kennismaking met deze Citroën Olly leuk en interessant? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Urban Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei! Oh, bloedheet.